De COVID-19-pandemie heeft grote impact gehad op verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de economie. Echter is er niet veel aandacht besteed aan de impact op de culturele sector. Socioloog Kirti Algu zegt dat er ook geen begrip hiervoor is. Mensen moesten hun culturele activiteiten zodanig aanpassen dat er haast geen rekening gehouden kon worden met sociale verwachtingen. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat huwelijken niet 's avonds, maar overdag werden gehouden. En dan in een heel klein verband. Het is misschien interessant om na te gaan wat voor gevolgen dat heeft gehad voor de onderlinge verhoudingen van mensen. We zijn hier een kleine gemeenschap. Iedereen kent elkaar. Iedereen heeft een bepaalde verwachting van elkaar. Nou, met COVID zo voor de deur, kan je moeilijk iedereen uitnodigen. Toch heeft dat gevolgen voor familieverbanden, heeft dat doorgewerkt op zakelijke relaties, heeft dat het beeld dat je hebt van elkaar en de verwachtingen beïnvloed. Toch is er sprake van favoritisme, dat weten we niet. Algo zegt dat het niet duidelijk is hoeveel spirituele schade mensen hebben geleden door de dingen die zij vanwege de COVID-pandemie niet in staat waren te doen. Je bepaalde rituelen, zeg men van ja, moet je de avond doen, moet je op een bepaalde plaats doen, enzovoort, enzovoort. En je mag daarvan niet afwijken. Je weet niet in hoeverre mensen te kampen hebben gehad met de gevolgen van het niet kunnen naleven van die rituelen. Niet kunnen nakomen van die verplichtingen. Dus daar is er geen zicht op. En het is jammer, maar het is goed dat we dit eigenlijk een beetje ter sprake brengen. We kunnen de gevolgen economisch bekijken, gezondheidswijs benaderen. Maar ik denk, wat ook belangrijk is om ons af te vragen is, we hebben nu een moment gehad van enorme terugval. Wat kunnen we doen nu gegeven de omstandigheden om uit het dal te klimmen? Algo zegt dat met de huidige versoepeling wij als gemeenschap moeten nagaan hoe we het roer omgooien op al deze fronten.